Heracles TV wordt mede mogelijk gemaakt door Assito en Jacques Hensen. Ja, welkom en leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe Heracles TV. Vandaag naast mij aan tafel Navaya Bakboord. Navaya, welkom. Dank je wel. En Jeff Hardeveld, mooi dat je er bent. Heren, de koppenstraffen zijn begonnen aan de Eredivisie. Jullie zijn begonnen aan de Eredivisie. Is het een valse start geweest wat dat betreft? Ja, zo kan je het wel noemen als je hier thuis met 4-0 onderuit gaat tegen Heerenveen. Dus ja. Eerst zelf gewoon voor mijn gevoel helemaal overlopen. 3-0 binnen 30 minuten. Dan geef je het zo goed als weg in een half uurtje tijd. Ja, Jeff, jij zat op de bank. Was het frustrerend vanaf die kant? Ja, zeker. Ja, dat is zeker frustrerend als je gewoon ziet dat de gasten niet doen wat ze normaal gesproken wel zo goed kunnen. Of dat het er gewoon niet uitkomt. En dat is gewoon hartstikke frustrerend om te zien. En dan zou je graag willen helpen, maar dat... Ja, uit de data blijkt ook wel dat... Qua veldspel leek het toch wel gelijkwaardig. Het zijn vandaag persoonlijke fouten wat de DAS mee heeft gedaan. Had je dat gevoel ook vanaf de zijkant? Of? Ik had eigenlijk ook wel het gevoel dat Heerenveen gewoon de eerste helft wel gewoon, eigenlijk gewoon beter was. Ja, wij kregen gewoon geen grip op hun opbouw. Wat over het algemeen volgens mij gewoon de lange bal was op de spits. En vanuit daar de tweede bal verder voetballen. Dat deden zij gewoon beter dan dat wij het deden. En dan zag je uiteindelijk in de tweede helft... was dat gewoon stukken beter en ik denk dat je gewoon vooral daar aan vast moet houden. Ja, absoluut. Navaya, dat was natuurlijk jouw Eredivisie debuut en het officiële debuut voor Heracles natuurlijk. Ja, klopt. Heb je er toch nog een beetje van kunnen genieten? Ja, tuurlijk. Het feit dat je Eredivisie debuut maakt en hier in het stadion is weer iets wat je kan afvinken van je carrière. En ik had het liever anders gewild eigenlijk, gewoon met een mooie overwinning. Maar we moeten het ermee doen en wat Jeff al zei, tweede helft speel je gewoon wat beter en voel je wat fijner en meer op je gemak op het veld. En eerst zelf was het gewoon iets anders. Dus ik hoop dat we, wat Jeff al zei, het gewoon kunnen vasthouden naar de aankomende week toe. Ja, afsluiten en positief naar volgende week. Inderdaad. Duidelijk. Heren, kunnen we dat denk ik afsluiten. Dan gaan we naar iets luchtigers. Ik heb begrepen dat jullie af en toe wel eens een kruiswoordpuzzeltje doen hier beneden, uit de kant. Jeff? Ja, ik weet niet waarom je zo naar mij kijkt. En, in de ochtend. Ja. Klopt. Met een paar gasten vind ik het inderdaad leuk om inderdaad een kruiswoordpuzzel te doen. En misschien dat Navaya nog een keertje kan aanhaken. Even kijken hoe zijn kennis is. En, dat komt misschien nog. Ja. Met dat in ons achterhoofd hebben we besloten om een quizje te gaan doen met de spelers dit seizoen. En Niels Leemhuis en Dario van der Buijs mochten daarmee aftrappen. En dan gaan we even naar kijken. Kom op. Deze gewoon pakken. Amos. Noem de officiële namen van de stadions van alle betaalde voetbalclubs in Nederland. Jan Lauwers Stadion. De Kuip. RV Assito. Philips Stadion. Ajax Amsterdam Arena. Abelenza Stadion. Klaar, man. Wauw. Noem 10 sporten waarbij geen bal gebruikt wordt. Ja. Wat? Cricket. Rugby. Hey, zwemmen. Golf. Met een bal, jongen. Wauw. Alleen zwemmen. Golf, zegt hij. Golf. Ja, cricket, jongen, dat is ook een bal. Noem zoveel mogelijk spelers uit het Nederlandse voetbalelftal dat speelde op het EK in 1988.
Jezus. Van Basten. Echt geen vragen voor een Belg. Welke nagerecht zie je het vaakst op een menukaart in een Nederlands restaurant? Welke nagerecht zie je het vaakst? Moyeux. Crème brûlée. Pas. Vanille-ijs. Allemaal drie ijs? Niks. Moyeux. Eentje. Wat? Noem de team best betaalde voetballers van de wereld. Messi. Ronaldo. Neymar. Suarez. Mbappé. Griezmann. Ibrahimovic. Was het de laatste? Aan de volgende boys, succes van ons allebei. Ik hoop dat jullie minder goed gaan doen als ons. Wij hebben het redelijk tot goed gedaan, denk ik, Niels. En we gaan het zien. Ik denk dat wij gaan pakken. Succes. Succes. Ja, de quiz dus met Niels Leemhuis en Dario van der Buijs. Zo vaak is best wel tevreden. Volgens mij viel het een beetje tegen, of niet? Ik denk dat de kijkers wel denken van, dat was niet zo best. Hadden jullie beter gedaan? Ik denk het wel. Ja, ik denk het wel. Dat denk ik ook wel, ja. Komt vast nog terug. En dan denk ik dat ze jullie twee gaan vragen. Ja, dat zou mooi zijn. Leuke uitdaging. Ja. Leuke uitdaging. Ik ben benieuwd. Ons twee, ja? Ja, dat is deal? Goed. Gauw voor. Nou, zeer, laten we gauw voor gaan beschouwen op de aankomende wedstrijd. Fortuna Sittard. Jeff, jij kent de trainer goed, George Solté. Waar ken je hem van? Ja, klopt. Via FC Utrecht eigenlijk, waar ik hiervoor heb gezeten. Toen ik daar kwam, was hij de assistent trainer bij Robbie Alphen. Van daaruit eigenlijk is er een vriendschap opgebloeid. Vooral ook omdat ik toen geblesseerd raakte. En hij heeft me toen ook gewoon goed opgevangen. Het is een jonge trainer. Wat voor type trainer is het? Was bijvoorbeeld de reden dat hij nu al voor een team staat? Kan hij dat aan bijvoorbeeld? Ja, zeker. Anders zou Fortuna hem niet aanstellen natuurlijk. Ja. Wat voor een trainer het is. Het is een trainer die gewoon heel goed met spelers kan werken. Die gewoon zijn ploeg gewoon heel veel vertrouwen geeft. Ik denk dat iedereen daar wel bij gebaat is. En dat het ook gewoon... hij ziet het spelletje gewoon heel snel. Hij is gewoon heel snel al mee begonnen van jongs af aan. En hij heeft al heel veel ervaring op kunnen doen, ondanks zijn jonge leeftijd. Dus hij ziet het wel snel allemaal. Ja. Lavallo, Fortuna verloor met 4-0, speelde in een 4-4-2. Is het een optie om 5-3-2 te gaan spelen aanstaande zondag? Veel in de voorbereiding gedaan? Ja, we hebben in de voorbereiding verschillende systemen gespeeld. Als groep hebben wij ook gezegd, en ik denk dat de staf het ook heeft gezien, dat 4-4-2 ons gewoon het beste ligt. We hebben verschillende systemen gespeeld, dus het zou best zijn dat we met 5 achterop, maar voor mij persoonlijk en ik denk voor het team ook, dan spelen we lekker gewoon ons vertrouwde 4-4-2 en moeten ons gewoon niet aanpassen aan Fortuna. Ik denk dat hun zich eerder moeten aanpassen aan ons, want ik denk dat we wel gebrand zijn voor de volgende wedstrijd om iets anders op de mat te leggen. Duidelijk. Laat me gauw gaan luisteren wat de grote baas Frank Wormoed te zeggen heeft na de wedstrijd naar Fortuna toe. After the pre-season we had a fantastic mood in the team, a good atmosphere in the team. Because everybody was content with that what we did. And suddenly we lost 4-0 at home. Unbelievable. Nobody can understand that. It was a shock. But that is football. And it's sometimes good to come back to the ground to see we are not the best team. We have extremely to work. Maybe it was the right, we always say the right loss in the right situation. At the beginning it's okay. The beginning is not so important, but now we have a good chance in the second team to come back. We are prepared and we are looking forward because in football you have a big advantage. If you have a loss, then you have 1 week time. Only 1 week time, and you can change the completely situation by winning a match. So when you are in the Athletic, you have maybe one year waiting for the next Wettkampf, Wettstreit competition. And football is fantastic, only 7 days. So in 7 days or in Sunday, we have a big chance to bring a new situation for us.
We talked with everybody and we got a good opinion about the last match. And they saw what they can improve and the coaches saw what we can improve. So we find each other at the moment. And yeah, the expectation is that they work hard, so they need freshness and fitness, and we work for that. The basics, principles, and the general principles we permanently work, so we are sure that we have a good chance in Sittard. Ja, trainer Frank Wormoed dus. Nog even terugblikkend op de wedstrijd van Heerenveen en ook vooruitblikkend op hoe om te gaan met de wedstrijd tegen Fortuna Sittard. Heren, de trainer refereerde ook al even aan. Er zijn ook zeker punten om aan vast te houden wat bij Heerenveen wel goed ging. Welke punten waren dat? Navajo, om bij jou te beginnen. Ja, dat zijn denk ik wel de puntjes van de tweede helft. We zijn met een 3-0 achterstand de kleedkamer ingegaan. En hij heeft gewoon gezegd van we kunnen doen alsof we 3-0 achterstaan. Of we kunnen doen alsof het nog 0-0 staat en gewoon nog wat ervan maken. En dat hebben we de tweede helft gewoon gedaan. Ik denk dat het gewoon een stukje mentaal is. Knopje omgezet en gewoon voor de goal zijn gegaan. En helaas is dat niet gelukt. Maar je zag wel een andere Heracles de tweede helft. Ja, je bent natuurlijk basisspeler nu geworden. Dat was een van je doelstellingen, heb je eerder in het seizoen gezegd. Wat rest er nu nog? Ja, ik was, om eerlijk te zijn, niet echt te spreken over mijn spel, vooral de eerste helft niet. En ik heb ook gewoon gesprekken met de trainer gehad en die zei dat ja, het is natuurlijk de eerste wedstrijd voor mij in de Eredivisie en voor Heracles. Dus er komen allemaal dingen bij kijken en hij zei gewoon neem je tijd en ja, doe het gewoon rustig aan en dan zien we wel hoe het gaat. Hij weet wat ik kan en dat weet ik van mezelf ook, dus dat ga ik weer daar ga ik weer naartoe werken. Ja, Jeff, jij bent natuurlijk ook een seizoen eruit geweest. Je bent weer fit, je bent terug. Wat is voor jou de doelstelling dit seizoen? Ja, ja, wat je zegt inderdaad, ik ben weer terug. En dat is voor mij het belangrijkste. Nu, de blessures zijn verleden tijd en nu gewoon vooruit kijken. En wil ik gewoon zoveel mogelijk wedstrijden spelen. En daar ga ik voor. Ja, zondag natuurlijk de wedstrijd tegen Fortuna. We refereerden al eerder na. Hoe goed ken je Fortuna? Wat weet je van het team? Ja, ik ken het redelijk goed. Ik ben al een paar keer gaan kijken ook in de voorbereiding. En ja, ze hebben ook gewoon goede spelers. Ook veel nieuwe spelers. Maar ja, Diemers en Smeets, dat zijn denk ik toch wel de dragende krachten daar. En die gaven ook niet helemaal thuis tegen AZ. Nee, ook 4-0 verloren. 4-0 verloren, inderdaad. Ja. Maar ja, uiteindelijk, AZ was ook gewoon hartstikke goed. En die keeper... ja, die heeft ook wel aardige reddingen in huis, moet ik zeggen. Dus ja, het is wel een team waar je gewoon voorop moet passen. Maar ik denk zeker dat we gewoon nog klaar voor zijn. Jullie kijken met vertrouwen tegemoet naar zondag. Zeker. Absoluut, zeker. Duidelijk. Zondag om 11:45, dan speelt Heracles uit tegen Fortuna Sittard. De wedstrijd is te zien op Fox Sports 2. Heren, wil ik jullie bedanken voor vandaag. En succes natuurlijk zondag. En dan zien we jullie graag volgende week terug bij een nieuwe aflevering van Heracles TV. Tot dan. Heracles TV werd mede mogelijk gemaakt door Asito en Jacques Hensen.